Nou, van harte welkom allemaal. Mijn naam is Jeroen Kersenboom. Ik ben hoofd van de dienst analyse en onderzoek van de Tweede Kamer. Dat is een dienst die een deel van de mensen levert die de Kamerleden en de Kamercommissies inhoudelijk ondersteunen. Nou, dat is genoeg reclame voor vanmiddag. Wij hebben als ambtenaren, een van de doelstellingen voor ons is om in 2025 het best geïnformeerde parlement te zijn. Dus wij willen de leden helpen om dat ook echt te kunnen zijn over een jaar of vijf. En daar hebben we een aantal maanden terug hebben we daar een hackathon over georganiseerd. Hebben we verschillende bedrijven, universiteiten, trainees hierheen gehaald in deze zaal en in de zaal daarnaast. Om met elkaar na te denken over hoe zou zo'n parlement er dan uitzien over vijf jaar. Wat is daarvoor nodig? Dat was erg leuk. En het maakt ook gelijk duidelijk de drie rollen die wij als parlement, ik zeg maar even wij, ik zit natuurlijk niet in de Tweede Kamer, maar die wij als parlement hebben. Wij gebruiken heel veel data, maar wij maken ook heel veel data. En wij maken ook regels over het gebruik van die data. En die drie dingen maken dat het voor een Tweede Kamer heel erg interessant is om met een onderwerp als open data bezig te zijn. Want nou ja, dat je met open data veel kan, weet ik al sinds dat ik, nou ik werkte tot een aantal jaar terug werkte ik bij de Algemene Rekenkamer. En ik was in 2013, ik had het even nagezocht, want het leek al heel lang geleden, maar dat is het dus ook. Was ik voor het eerst bij een hackathon, dat ging toen over open cultuurdata, bij beeld en geluid. Ik weet niet of iemand van jullie daar toevallig bij was. Nee, nou, dat was erg interessant en erg leerzaam. Want toen was nog het idee, ja, het zou zo mooi zijn als er open data zijn, of is, ik weet niet welke vorm jullie gebruiken, en dat je daar dan apps van kan maken, maar er is geen data. En bij departementen zeiden ze, ja, maar ja, eerst maar eens laten zien wat je ermee kan en dan maken we daarna wel de data open. En dat was nou ja, een voorbeeld van een hackathon toen van, nou, we maken de data eventjes een weekje open en dan mogen jullie er allemaal naar kijken, de teletextdata en de programmadata en de ondertiteldata, dat was allemaal hartstikke leuk. Om dan daarna te laten zien wat je ermee kan. Nou, inmiddels hebben we ook al twee accountability hacks gedaan en dit jaar willen we dus de derde gaan doen. Daar geef ik zo meteen Roald van der Linden het woord voor, Kamerlid van de VVD. Maar eerst nog even twee huishoudelijke mededelingen. We hebben een super strak programma. Iedereen heeft maar 5 minuten spreektijd ongeveer. Nou zijn de Kamerleden dat gewend, want die weten van tevoren hoeveel spreektijd ze krijgen. Maar die zijn ook gewend om daar altijd net iets meer van te maken. En ik ben niet de voorzitter, dus ik moet even kijken hoe ik dat allemaal in goede banen ga leiden. Het format is, we hebben een Kamerlid dat iets toelicht. Dan hebben we iemand vanuit een departement die ook iets toelicht. En dan is er tijd voor vragen. Dus ik probeer de Kamerleden te houden aan hun 5 minuten. Ik probeer de mensen van het departement ook te houden aan hun 5 minuten. Zodat we genoeg tijd hebben om vragen te stellen. En dan aan het eind vertelt Lisette nog iets over de technische toelichting. Lisette, oh, daar sta je. Dat was de huishoudelijke mededeling 1. 2 is dat er worden hier opnames gemaakt van deze meetup. Wij zijn natuurlijk bij de Kamer ook AVG-proof. Als je dat nou niet wil, er zijn organisaties waarbij je dan een stip op je jas moet doen of op je voorhoofd. Maar wij werken met keycords. Dus als je zegt, nou, dat vind ik niet prettig, dan hoef je niet naar voren te komen om te halen. Ze liggen daar ook. Maar doe hem dan even om, dan weten we van, nou, die wil niet in het filmpje. Want dat kan natuurlijk. Vragen? Oh ja, iemand een nee? Kan ook achteraf. Dan voorziet het schema niet in vragen, maar mochten ze er toch zijn, dan kan het nu. En zo niet, dan geef ik het woord aan Roald.